Soms kom je dit tegen, en ik was er laatst bij een verbouwing waar ze een isolatievloer toepassen, dus de onderste. Dus mijn dekvloer, die kennen we wel, dat is gewoon de vloer die ligt op een betonnen vloer. Dat is eigenlijk net de afwerfvloer voordat er hout op komt, voordat er gietvloer op komt, voordat er tegels op komen. Er zit altijd, zeg maar, op een betonnen vloer een cementdekvloer. Niet te verwarren met een gietvloer, het is echt, zeg maar, echt nog steeds ruw beton, nog steeds kun je daar niet, zeg maar, die als afwerkvloer gebruiken. Heel soms wordt die beton grijs geschilderd of een andere kleur geschilderd, maar het is echt een ondervloer eigenlijk. De gietvloer is wel echt een afwerkvloer, tegenwoordig behoorlijk hip. In iedere kleur te krijgen die je wilt, ook met flakes, met verschillende kleuren, accenten. Best wel duur, zo'n gietvloer, maar wel erg mooi en heel modern. Maar dan heb je dus de isolatievloer en dat is eigenlijk een renovatievloer. Dus wanneer, zeg maar, vanuit vroeger uit een vloer was, ongeïsoleerd, wordt die er soms helemaal uitgesloopt en er komt dan een geïsoleerde vloer op. Dit kan op, met verschillende materialen, dus je kunt gewoon isolatie hebben met beton. Hè, dan heb je een beton isolatievloer. Je kunt die ook met hout hebben, heb je een houten isolatievloer. En heel veel van die renovatievloeren zie je, die is eigenlijk meer een prefab constructie, vaak van stalen of RVS vloerdelen, een soort elementjes, met daarbij isolatie. En daar heb je hele moderne oplossingen voor, gepatenteerde systemen door best wel veel vloerenleveranciers. Maar feitelijk komt erop neer dat je gewoon één prefab systeem hebt. Vaak een soort sandwich constructie waarbij je dus twee constructiematerialen hebt met ertussen isolatie. Makkelijk te leggen, redelijk duur om te kopen, maar omdat zeg maar de manuren worden bespaard, vallen de totaalkosten van zo'n isolatievloer wel mee. En nogmaals, die heb je in van verschillende leveranciers, maar het principe is eigenlijk vaak wel ongeveer gelijk. Kosten, reken op voor het slopen natuurlijk, voor 30 euro per vierkante meter en dan het aanbrengen vanaf 50, maar vaak zit het al richting de 75 of 100 euro. En daarbij wil je waarschijnlijk daarna ook vloerverwarming, althans dat wordt vaak gekozen. En daar heb je natuurlijk de afwerkvloer en dan heb je een hele mooie duurzame vloer voor de toekomst om de gaskosten te besparen, om echt een mooie warme vloer aan de voeten te hebben. En ik heb op de blog al heel wat voorbeelden gezien, maar ik kreeg de vraag over wat is nou een isolatievloer ten opzichte van vloerisolatie. En dat is echt een verschil. Want vloerisolatie is iets wat je aan de onderkant aanbrengt van een bestaande vloer. Dus je hebt bijvoorbeeld nu een houten vloer, niet geïsoleerd. En je kan wel in de kruipruimte, dan ga je de onderkant piepschuim plaatsen. Of glaswol of steenwol. En piepschuim is natuurlijk EPS. Ook kun je kiezen voor XPS. Hè. Dat is wat dunner, wat beter isolerend. Je kan natuurlijk ook een betonvloer, een ongeïsoleerde betonvloer en onderzijde isoleren op dezelfde, op een soortgelijke methode. En ook kun je natuurlijk de bodem van de kruipruimte isoleren, bijvoorbeeld met schelpen, met de folie en allerlei andere manieren. Maar dan heb je het over vloerisolatie. Dus isolatievloer en vloerisolatie lijkt op elkaar. Het is net een andere volgorde van het woord, maar het is totaal ander bouwkundig principe. En als je er meer over wil weten en de kosten daarvan en de mogelijke keuzes, zal ik het in het bericht zetten. En mocht je het zien in YouTube, zal ik de link onder de video zetten.